hele goede middag allemaal. De kunst van het samenleven. Dat vind ik zo'n enorm mooie zin. Dat is echt zo'n zin die je op jezelf in kunt laten werken. En eens kijken wat er bij je opkomt. Van harte welkom. Vanzelfsprekend ook namens de andere leden van de Raad van Commissarissen. En ons bestuurder Tom Dengersma. Fijn dat u allen opnieuw voor velen van u gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging. We zijn financieel gezond. Toch staat er in de krant, grote letters, verlies van 43 miljoen. Het gaat niet altijd even gemakkelijk. We innoveren nog steeds. We werken samen. Zou ik er nou samen in gooien, zijn we er wel. Ik ga als kunstenaar dat idee bedenken, maar daarna betrek ik de buurtbewoners erbij. Dus ieder belletje op de Bergse plaats gaat aanbellen. Uw stemkastje mag u pakken, maar ook dat papier waar projecten op staan. Ja, dan zegt u 1. Nee, dan drukt u op een 2. En voor dit project, project A, u mag nu drukken. Project B, u mag nu drukken. Dan gaan we nu naar project C. U mag nu drukken. Het is een bijzonder evenwichtige stemming, maar het ligt wel ontzettend dicht bij elkaar. Ik moet ook verzoeken om deze cameraman ons lichtje uit te doen. Naar uw rechterschouder, ja? Ja, volg mij maar naar uw rechterschouder. Dan gaat u omhoog, ja? Dan gaat u boven uw hoofd weer naar uw linkerschouder. Dan gaat u naar beneden, ja? En dan zet u er een dakje bovenop. Ja, en kijk, dan hebben we hier de eerste digitale huisjes van vandaag. Ja, zo gaat het snel bij Stadlander, hè? Dat zou ik wel zeggen. Heel goed, kijk, en u zit er allemaal al in. Shine your light en teken de vijfde letter van uw naam. Kijk eens. Hey, kijk, ik zie Erik. Daar Erik. Ja. En Hans, Hans zit daar ook. Heel goed, Hans. Heel duidelijk, en daar is... Oeh, dat is een Michael, zag ik voorbij komen. En Ruud, en Corniel. En daar zijn ze. Alle mensen die vandaag ook aanwezig zijn, bij elkaar in deze fantastische maand. Wat is het eerste wat u zegt als u thuis komt? Het is een interessante middag en die ging ook over leefbaarheid. Dank u wel. Gedaan. Ik denk dat we hele goede en grote stappen hebben gezet in het digitalisatieproces, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat we nu hand in hand met Stadlander de toekomst in kunnen.